DJI kennen we natuurlijk als een van de bekendste dronefabrikanten. En ze maken toestellen voor heel veel verschillende toepassingen. Van de kleinste toestellen in de zin van de Mavic en de Mavic Mini, tot aan hele grote toestellen zoals de Matrice 200, 300 en 600, die gemaakt zijn voor veel meer zakelijke en industriële toepassingen. En een van de gebieden waar DJI een tijdje geleden al een klein stapje naar gezet hebben, is het FPV-vliegen, middels het FPV-systeem wat ze gemaakt hadden voor de videoverbinding en besturing. Maar vandaag komt daar een kleine verandering in en komt daar het eerste echte complete FPV-toestel in de vorm van het DJI FPV-toestel. We hebben hier de DJI FPV-combo. En dat is dus niet alleen het toestel, maar ook de afstandsbediening, de goggles en eigenlijk alles wat je nodig hebt om te gaan beginnen met vliegen. Dus we gaan eens even openmaken, kijken wat er allemaal in zit en in ieder geval een eerste blik op dat FPV-toestel werpen. En daarna gaan we natuurlijk snel mee vliegen. Nou, wordt geleverd in de welbekende mooie witte DJI-dozen met de opschrift van hetgeen wat erin zit erop. En als we dat openmaken, dan ligt bovenin het toestel zelf. Dat is deze. En daarnaast vinden we de goggles. Het is zwart op zwart, dus een beetje lastig zien. Dan gaat dit bovenste stuk schuim eruit. Dat leggen we even aan de kant. En dan vinden we in het midden de afstandsbediening. Een doosje met de propellers erin. En nog drie andere doosjes met daarin de accessoires. Ik pak even alle losse doosjes eruit en dan gaan we daar stuk voor stuk even naar kijken. Als we met de doosjes even verder gaan, hebben we twee doosjes met propellers. Daar staat ook bovenop propeller A en propeller B. Dus dat zijn de twee verschillende propellertypes. En in elk doosje zitten vier propellers, dus je hebt acht propellers in totaal. Eén volledige set en één volledige reserve set. Die zitten daarin. Dan hebben we in dit langwerpige doosje de oplader zitten met aan deze kant de stekker voor de accu en daarnaast twee USB-aansluitingen. En hier hebben we de accu voor de DJI goggles. Dat is een los batterijtje met een USB-aansluiting en die vinden we hier. Dus batterijtje voor de goggles. En de oplader. En dan hebben we de tweede grote accessoire doos. En daarin vinden we diverse kabeltjes. Onder andere een USB-C kabel en de stroomkabel voor de oplader. We vinden hier de hoofdband voor de bril. Dus dat is de band die je aan de bril moet bevestigen om hem op je hoofd vast te kunnen zetten. We hebben hier nog enkele extra kabeltjes in zitten en natuurlijk de gebruikelijke boekjes. Hier zit een quick start guide in en de safety disclaimer van DJI. We hebben een inbus sleuteltje, een klein stukje gereedschap. We hebben hier een USB-C naar jack connector, die is als het goed is voor de bril. Dan hebben we nog een OTG-kabel om de telefoon op de bril aan te kunnen sluiten. En we hebben vier antennes. Dit zijn de antennes die op de bril gaan. Daar gaan we ook even naar kijken. Dan hebben we twee reserve joysticks voor de remote. En we hebben aan deze kant nog een extra kapje. Dat kapje dat zit standaard al op het toestel. Je hebt hier zit doorzichtige kap op. Maar er zit dus ook nog een knalgroene kap bij. Dat is deze. Dan kan je het hele toestel een wat fellere uitstraling geven. En is die daarnaast natuurlijk wat makkelijker te zien mocht je hem bijvoorbeeld ergens in het gras landen. Dus het geeft wat meer zichtbaarheid. Maar die doorzichtige is ook wel heel gaaf, want daar zie je de elektronica door van het toestel. Nou, die antennes, dat zijn eigenlijk vier korte staafjes. Deze vier. En die gaan op de kopse kant van de bril. Dus die gaan er hier bovenop. Zo halen. En die staan, doordat ze op de hoeken van de bril zitten, allemaal onder een andere hoek. En doordat ze allemaal onder een andere hoek staan, zorgt dat ervoor dat je altijd in ieder geval één antenne hebt die in de juiste hoek staat voor het beste signaal.
Dus dan allemaal zo onder een hoek en natuurlijk ook zo nog onder een hoek. Dus dat maakt dat ze altijd wel eentje in ieder geval de goede kant op staat. Nou, als we dan even naar de losse onderdelen gaan kijken, dan hebben we dus, waar we net al mee bezig waren, de videobril. Dat is eigenlijk eentje die heel erg lijkt op de videobril die bij het DJI FPV systeem zat. Komt heel veel overeen, alleen het is wel de versie 2, wat betekent dat de versie 1 FPV bril niet met dit toestel werkt. Aan de andere kant werkt deze nieuwe bril wel met de R modules van het FPV systeem. Dus dat kun je wel combineren als je bijvoorbeeld hiermee begint en op een gegeven moment stap wil maken naar toch een eigen bouwtoestel waar je dan wel het DJI FPV systeem op hebt. Je hebt hier aan de bovenkant heb je enkele knopjes zitten voor onder andere het menu en de opname. Aan de zijkant zit een soort LED-displaytje. Daar komt straks het kanaalnummer op te staan. Dan kun je die ook wisselen. En daaronder zit een micro-SD-aansluiting en een USB-C-aansluiting. Daar kun je dus een geheugenkaartje in doen voor opname. En daar kun je ook je telefoon aansluiten. Aan de onderkant zit de IPD-adjustment. Daarmee kan je, ik weet niet of je het goed kan zien, maar daarmee kan je de afstand van die lenzen aan de binnenkant verschuiven. En doordat je die afstand kan verschuiven, kun je, elke persoon heeft de afstand tussen zijn ogen net wat anders. En daardoor kun je die afstellen in de bril. Aan de andere zijkant van de bril vind je een koptelefoonaansluiting en je ziet de aansluiting voor de stroom, wat je in combinatie met het kabeltje en de batterij die we eerder hadden kunt doen. En aan deze drie lusjes komt dus deze hoofdband te zitten om de hele bril op je hoofd te kunnen zetten. Nou, als we dan naar de remote gaan kijken, dan lijkt die ietsje anders dan wat we normaal van DJI gewend zijn. En dat komt simpelweg omdat dit dus echt alleen een remote is. Er zit geen schermpje ingebouwd en geen andere dingen ingebouwd, want de video gaat allemaal via de videobril. De antenne klap je zo omhoog. En dan heb je natuurlijk aan de voorkant de twee joysticks zitten waarmee je de besturing doet. Met daaronder een aan- en uitknop en een functietoets. Aan de achterkant heb je nog best wel wat knopjes. Je hebt onder andere een start-stopknop voor foto-video. Je hebt de start-stopknop voor het vliegen. Je hebt een paar instellingen voor wat betreft de flight modus en de snelheid. Je hebt aan deze kant heb je een pauzeknop en een return to home knop. En je hebt een wieltje om de stand van de camera te bedienen. Verder zitten hier aan de onderkant de control sticks erin. Wat we daar hadden was een reserve setje. En de USB-C aansluiting om de remote op te laden. En daarnaast aan de achterkant heb je deze twee rubbertjes. Daar zit een klein pijltje waarmee je het rubbertje los kan halen. Standaard zitten de sticks geveerd. Maar op het moment dat je wat gevorderde vlieger bent, dan zul je waarschijnlijk het gas niet op een veer willen hebben. En dan kun je met schroefjes die hierachter zitten, kun je dat veertje eruit halen. Dus dat is ook een hele mooie functie. Nou ja, dan komen we natuurlijk bij het belangrijkste, het toestel zelf. Het is een relatief klein toestel, maar ook niet al te licht. Het heeft best wel wat gewicht met zich. We halen even de rubbertjes eraf waar de propellers natuurlijk op moeten. Het valt op dat het voor, zeker voor zijn formaat, best wel forse motoren zijn. Maar dat is natuurlijk ook logisch. Het is een racetoestel. Dus je wil lekker wat vermogen daarbij hebben. We halen even het kapje van de voorkant af. Dus je wil lekker wat vermogen hebben en dat moet zo te zien ook aardig lukken. Nou, vrij stevige armen, ook als je het hele frame voelt. Er zit eigenlijk geen flex in of dat soort dingen. Het is een heel stevig geheel. Nou, aan de voorkant zie je een luchtinlaat voor de koeling. En je ziet hier natuurlijk de camera zitten. Die zit in een soort van rubber dempertje. Niet zozeer voor stabilisatie, maar wel om trillingen te voorkomen. Hij kan dus omhoog en omlaag kan die bewegen. Dus de camera kan aan deze kant zo omhoog en omlaag gaan. Roll en yaw zijn niet gestabiliseerd op de gimbal. Dat is iets wat deels met een stukje optische stabilisatie wordt gedaan. En deels iets wat je natuurlijk ook niet er helemaal uit wil hebben, want je wilt dat FPV cinematografische gevoel erin hebben. Maar je kunt dus wel de stand van die camera aanpassen, bijvoorbeeld op het moment dat je sneller vliegt, om toch vooruit te kunnen kijken. Nou, wat je in tegenstelling tot andere FPV toestellen hier deels nieuw ziet, is het feit dat er toch wel wat meer sensoren op zitten. Je hebt zowel aan de voorkant als aan de onderkant sensoren zitten. Enerzijds doen die een stukje obstacle avoidance en anderzijds kunnen die helpen om in ieder geval te zorgen dat je bijvoorbeeld niet te laag vliegt. Er zijn een paar verschillende standen in het toestel en afhankelijk van welke stand je invliegt grijpen die sensoren wel of niet in. Er is ook een volledige manuele stand waarbij die totaal geen GPS en stabilisatie en alles gebruikt. Maar in de andere standen gebruikt hij dus deels GPS om op het moment dat jij hem de sticks loslaat zichzelf op zijn plek te kunnen houden. En ook als veel safe om terug te komen vliegen. En dan gebruikt hij dus deze sensoren om onder andere te zorgen dat je nooit te laag of ergens tegenaan kunt vliegen. Nou, voor die sensoren zit een klepje. En onder dat klepje zit een USB-C aansluiting
en een micro SD aansluiting. Dus daar kan je het geheugenkaartje in doen om de beelden op te nemen. In de armen zitten diverse LED-strips ingebouwd. Dat zijn al die witte strepen die je ziet. Dus daar zie je onder andere aan wat de voorkant van het toestel is. Maar daar kan je ook, zoals we gewend zijn van de DJI-toestellen, aan de achterkant de status zien knipperen. En aan de achterkant vinden we natuurlijk de batterij. De batterij zit hierboven met een stekker vast. Dus die haal je los. En dan zitten er aan de zijkant twee clipjes die je indrukt om de batterij eruit te halen. Nou, je ziet dat de batterij ook best wel een flink geheel van die body is. Het is ook echt een onderdeel ervan, want op het onderste deel van de batterij zitten twee rubbervoetjes. En dat is dus ook waar die op staat op het moment dat je hem zo neerzet. Dan zie je dat hij hiervoor op de pootje staat en dat hij hier aan de achterkant op de batterijpootje staat, zeg maar. Maar daarnaast is het dus ook het grootste onderdeel van het toestel en zit dus eigenlijk alle elektronica alleen in dit bovenstuk en in dit voorstuk waar ook de camera in zit. En met dus dat doorzichtige kapje zie je, als je goed kijkt, ook best wel wat van die elektronica zitten. Dus dat is ook best wel heel tof om te zien. Nou, die batterij is dus, naast dat het landingspootjes zijn, ook natuurlijk degene wat voor de stroom zorgt. Aan de achterkant de stekker die je dus bovenin doet om stroomvoorziening te doen. En dit is dan ook de plug die je aansluit op de lader om die batterij op te laden. En je ziet dat die dus zo heel raar ligt, omdat die dus echt fysiek op die pootjes van de accu steunt. En dan pas staat die recht. Nou, je ziet ook dat het hele toestel eigenlijk een beetje gekanteld is. Want zo is hoe die recht op de grond staat, maar dan staan de motoren eigenlijk schuin. En dat is dus op het moment dat je zo recht vooruit vliegt en dus een x-snelheid hebt, dan zie je dus dat de body eigenlijk recht hangt. En dat ook de armen, die best wel plat en langwerpig zijn, dan ineens recht staan. Terwijl ze zo natuurlijk heel erg luchtweerstand vangen en lucht pakken. Dus dat is allemaal voor die voorwaartse snelheid qua design gemaakt. Nou, mocht je nou meer over dit toestel willen weten, dan kun je uiteraard terecht op onze website. We hebben hem al online staan en de eerste toestellen zijn ook uitgeleverd. We gaan er snel even mee vliegen en daar gaan we je natuurlijk ook nog wat van laten zien. Maar mocht je hier nou meer over willen weten of zo'n toestel willen bestellen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of even contact met ons opnemen.